Dirk, gefeliciteerd. Je hebt gewonnen van Peter Wright. Is het nou nog iets bijzonders dat je wint van de wereldkampioen? Nee, ja, zo voelt het niet helemaal. Eigenlijk is dat wel natuurlijk. Het is de nummer 1 aan de wereldkampioen. Alleen, ja, ik weet gewoon dat ik in vorm ben. En je weet ook dat hij niet in vorm is. Dus je hebt gewoon zoiets van gas geven. Dan zou het goed moeten komen. En dan mis je een paar dubbels op het ijzer. En dan maak je jezelf lastig. En gelukkig win je dan uiteindelijk wel. Ja, je hebt wel goed gespeeld. Boven de 95 gemiddeld. Bijna 9. Dus zijn er nog specifieke verbeterpunten voor morgen? Ja, weet je, het gemiddelde moet wel naar de 100. Hè? Ja. Nee, maar goed, ik vind 95 moet je ondergrens zijn. Daar kan je elke wedstrijd mee winnen tegen wie je ook speelt. Alleen, als je wil aangeven dat je het toernooi gaat winnen, dan moet je wel naar die 100 gaan. Dus dat is wel het doel van morgen. Ja, je vorm is goed. Is dit de kans wat jou betreft om je eerste tv-toernooi te winnen? Nou ja, goed, elk toernooi staat er kans voor. Uiteindelijk is het gewoon wat je zelf doet en hoe je met de druk omgaat. En ja, dat de anderen eruit liggen, daar heb ik niet zoveel mee te maken. Uiteindelijk, als je zelf slordig wordt, dan ga je verliezen. En je moet gewoon zorgen dat je scherp blijft en goed gooit. En dan kan je elk toernooi winnen. Alleen doe ik dat niet elk toernooi. Dat is bekend. Alleen, nou, zo sta ik wel in. Succes morgen. Dankjewel.